Eigenlijk zijn jullie boekverkopers de echte superhelden. Doordat jullie iedere dag opnieuw het gesprek aangaan met de klant. Doordat jullie iedere keer weer opnieuw de vraag stellen, waar hou jij van? Doordat jullie iedere dag weer opnieuw een aanbeveling doen, dit boek moet je lezen. Gisteren signeerde ik op de Uitmarkt in Amsterdam. En al snel kwam ik erachter dat als ik ging zitten wachten tot er iemand naar mij toe kwam voor een handtekening of voor een boek, dat ik hier met Sint Jutemus nog zou zitten. Dus ik deed wat een boekhandelaar doet. Ik vroeg aan ieder kind dat passeerde, hoe oud ben je? Hou je van spannende boeken? Mag ik je wat over superhelden.nl vertellen? En na een paar uur waren alle delen 1 verkocht. Tientallen kinderen gingen met een glimlach op hun gezicht en een boek onder hun arm naar huis. In gedachten waren ze al op het eiland Pala en werden ze samen met de personages in het boek opgeleid tot superhelden. Voor mijn werk reis ik veel en in iedere stad waar ik kom bezoek ik altijd de plaatselijke boekhandel. Even kijken of mijn boeken er staan en ik maak uiteraard een praatje met de verkoper. Een paar weken geleden was ik in de kinderboekwinkel in Arnhem en de eigenaresse begon meteen te vertellen. Wat haar opviel was dat de superheldenreeks gewoon door bleef verkopen. Nou, de meeste nieuwe boeken is na een aantal maanden of na een jaar eigenlijk geen vraag meer en de meeste eversellers zijn juist 10 of 20 jaar oud. Maar superhelden.nl verkocht ze het hele jaar door. En, zei ze, het wordt gelezen door jongens en door meisjes. En dat is niet iets wat heel vaak voorkomt. Maar het allerbelangrijkste, vertelde ze, was dat het eerste deel bijna altijd gekocht werd door een vader, een moeder, een grootouder. En dat dan de andere twee delen door het kind zelf werden gekocht. En dat bewees voor haar dat de boeken echt voor de doelgroep waren geschreven. Maar weet je, ze vergat het allerbelangrijkste en dat was haar rol als boekverkoper. Want een titel kan nog zo goed zijn, zo spannend, zo geschikt voor de doelgroep. Als de lezer niet van het bestaan weet, dan flopt het boek. En het succes van superhelden.nl is te danken aan jullie. Want als jullie niet het eerste deel massaal hadden ingekocht in 2011, hadden we er geen 10.000 van verkocht. En als jullie daarna deel 2 en het zwaar vertraagde deel 3 niet in stapels hadden neergelegd, hadden we geen 35.000 stuks van de trilogie verkocht. En als jullie niet persoonlijk het boek hadden aanbevolen, omdat het spannend was en anders, dan had het nooit zijn weg gevonden naar al die jonge lezers en lezeressen. En natuurlijk, het is onze boterham. Als jullie geen boeken verkopen, moet de winkel dicht. En als ik geen boeken verkoop, dan moet ik een baan gaan zoeken. En wie wil mij na 15 jaar fantaseren nou nog ergens voor hem? Maar het gaat om veel meer dan dat. Het lezen van boeken leert kinderen empathie. Door zichzelf te verplaatsen in hoofdpersonen vragen ze zich af hoe het zou zijn als zij in zijn situatie zouden komen. Uit een recente studie blijkt dat verhalen de macht hebben om emoties tot leven te brengen. En kinderen helpen inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens en die van anderen. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe het is om een superheld te zijn. Hoe zou ik reageren als ik ontvoerd werd naar een eiland? Welke beslissing zou ik nemen als ik moest kiezen tussen twee kwaden? Als het lot van de wereld van mij af zou hangen, zou ik dan mijn leven en dat van mijn vrienden in de waagschaal durven leggen? Als boeken kinderen toegang geven tot hun emoties, dan zijn jullie, de boekverkopers, de poortwachters. Door jullie aanbevelingen komen ze in aanraking met andere boeken dan die ze al kennen. En superhelden.nl is anders dan de meeste boeken. Kijk, en ik weet dat, want lezers mailen mij, of ze tweeten mij, of ze Facebooken mij. En soms drukken ze zelfs een briefje in mijn handen, zoals deze jonge dame deed na een schooloptreden in Steenwijk. En ze schreef: beste Marcel van Driel, ten eerste wil ik u een compliment geven voor het schrijven van de superboeken 1, 2 en 3. Ik lees helemaal niet graag en ik ben dyslectisch, maar ik kon niet stoppen met lezen, zo leuk was het. En toen ik het boek las, zag ik al helemaal de film voor me, omdat ik een beelddenker ben. Nou, even los van het geweldige compliment. Maar wat voor superheld ben je als je dit durft te schrijven en een auteur durft te overhandigen? Op diezelfde uitmarkt waar ik gisteren was, kwam een dame mij een hand geven. Ik ben leesbevorderaar, zei ze. En ik wilde je bedanken voor je serie superhelden.nl. Je hebt zoveel kinderen over hun leeshobbel heen geholpen met je boeken. Dank je wel daarvoor. Maar ook zij onderschatte haar eigen rol. Want hoe goed ik mijn boeken ook probeer te schrijven, als ze de lezers niet bereiken, dan blijven de woorden opgesloten zitten tussen de kaften. Het zijn mensen zoals zij en mensen zoals jullie die de match maken. Eigenlijk zijn jullie de cupido's van het woord. Of moet dat zijn de superhelden van het boek?
Mijn collega Judith Visser tweette ooit: boeken schrijven zichzelf net zo min als ze zichzelf verkopen. En dat is zo waar. Want niet alleen schrijvers hebben jullie hart nodig, maar ook de lezers, want zij weten vaak nog niet wat ze willen. Kijk, en daarom ben ik zo blij met jullie inspanningen. Omdat jullie je nek uitsteken als je een nieuwe serie inkoopt, wanneer je iets onbekends op de stapel legt. Wanneer je tegen de lezer zegt, superhelden.nl moet je lezen. Geloof me nou maar, je kunt het straks niet wegleggen. Ja, maar dat is natuurlijk wat ik probeer te bereiken. Ik schrijf boeken die je s'avonds leest in bed, terwijl je ouders denken dat je slaapt. Ik schrijf boeken waarvan je denkt, nou nog één hoofdstuk dan. Maar ja, dat dacht je 3 hoofdstukken geleden ook al. Ik schrijf boeken waarvan je aan het eind van ieder deel denkt, ik moet weten hoe het verder gaat. En daarom verschijnt er in januari volgend jaar een 4e deel van de Superheldenreeks. En het jaar daarna een 5e. Omdat niet alleen de lezer, maar ook ik wil weten hoe het verder gaat. En als je de reeks vergelijkt met de Amerikaanse tv-serie, wat veel mensen doen, dan zijn de eerste 3 delen seizoen 1 en de 2 nieuwe delen seizoen 2. Er is een nieuwe slechterik, een nieuwe uitdaging, maar we volgen dezelfde hoofdpersonen, dezelfde 5 personages waarmee we al 3 boeken meeleven. Maar er is 1 twist. Want 1 van de 5 is een verrader. 1 van de 5 doet zich anders voor dan hij of zij is. 1 van de 5 is geen echte superheld. Dit is de flaptekst. Nu Mr. Oz verslagen is, heeft Iris samen met Alex, Fiber, Justin en Union in het geheim de leiding op Pala overgenomen. Pas wanneer ze de levensgevaarlijke Jabberwockies van Mr. Oz hebben uitgeschakeld, kunnen de kinderen naar huis. Maar dan dient zich een nieuwe vijand aan. Eentje die toegang geeft tot het computersysteem op het eiland. Iris beseft dat een van haar vrienden een dubbelrol speelt. Maar wie is de verrader? En hoe kunnen ze de vijand het hoofd bieden als ze elkaar niet kunnen vertrouwen? Nou, waar jullie in ieder geval op kunnen vertrouwen, is dat ik mijn best heb gedaan om het beste deel uit de serie te schrijven. Nog spannender, nog emotioneler, nog meer vaart en actie dan de eerste 3 boeken. Ik hoop dat ik en de lezer weer kunnen vertrouwen op jullie. Dat jullie de boeken inkopen, neerleggen en dan, en dat blijft het allerbelangrijkste, aanbevelen aan een nietsvermoedende lezer. De lezer die nog nooit van Palen heeft gehoord, die nog niet weet wat de plannen van Mr. Oz zijn en wat hij voor Iris en haar superhelden in petto heeft. En wanneer het kind met een boek onder de arm en een glimlach op haar gezicht de winkel verlaat, weet zij misschien niet wie de echte superheld is. Maar ik weet het wel, want de echte superheld, dat ben jij. Dankjewel voor je aandacht.